Leuk dat je weer kijkt naar MotorRAI TV. Mijn naam is Wim Otten en dit keer staat de BMW M1000XR centraal. Wauw, wat een uiterlijk. Kijk er eens naar. En het rijden, echt bizar. De acceleratie van 0 tot 200 km per uur kan in 7,2 seconden. Het uiterlijk. In feite is deze M gebaseerd op de S1000XR. Dat is een sporttourmotor, maar met een superbike hard. Dat is een 4-cilinder blok van 999 cc. Hetzelfde blok wat je ook vindt in bijvoorbeeld de M1000RR. Dat was het eerste M-model dat BMW uitbracht. Alleen levert dat blok daar 212 pk. In die net genoemde S is dat 170 pk. Tweede M-model dat BMW uitbracht, de M1000R, heeft ook dat blok, maar dan met 210 pk. En in de XR, in deze M1000XR, levert het 201 pk. Dus dat is iets minder, maar ik zal je zo vertellen dat het in feite in de prestaties juist bijna geen verschil geeft. Daarover later meer. Nu het uiterlijk. Als je eens kijkt naar de S1000XR is dat een relatief gewoon ogende motor. Je zit lekker rechtop, een beetje allroad-achtige houding, kuipwerk. Maar bij deze motor is er echt heel veel meer toegevoegd. Er zijn geweldig veel carbondelen, dat zie je ook al. Maar dat heeft allemaal te maken met het M Competition pakket. Daar is deze motor mee uitgerust. Kost je wel even ruim meer dan 5000 euro. Waarmee de prijs richting de 37.000 euro gaat voor zo'n M1000XR. Maar je krijgt echt heel veel leuke gadgets, leuke dingetjes. We gaan ze even doornemen. Het spabord, dat zit in dat pakket, is van carbon. Wat ook van carbon is, dat zijn de wielen. Dat is best bijzonder, met ook een speciale striping. Het is eigenlijk al, ja, als je iets bijzonders wil, dan wil je dat gewoon hebben, klaar. Deze winglets, die genereren, ja het zijn enorme vleugels eigenlijk, maar die genereren 12 kilogram downforce bij 220 km per uur. Dan kun je zeggen, ja wat heb je eraan? Maar in wezen betekent het dat je dus nog feller kunt remmen, of later kunt remmen, en ook eerder op het gas kunt, zonder dat hij dus eigenlijk gaat liften. Er zit nog veel meer carbon aan. Deze paneel is van carbon. Optioneel wijs ik ook even op deze spiegels. Dat zijn opties op de stuuruiteinden. Het is een, ja, ik zou ze persoonlijk niet echt kiezen, maar het is wel weer leuk. Het oogt wel weer leuk. Wat ook allemaal in het pakket zit, dat zijn deze gefreesde voetsteunen voor de rijder en ook voor de passagier. Die Akra uitlaat, die zit er ook bij. Klinkt lekker. Dit achterspatbordje van carbon zit ook in dat pakket. Sowieso heeft elke M1000XR een korte kentekenplaathouder. Dat oogt natuurlijk wat sportiever. Dan gaan we naar deze zijde. Ook deze. Dat hoort natuurlijk bij dat achterspatbord, maar zo'n carbon kettingbeschermer. Dit is een optie. Dit zijn de kettingspanners. Daar moet je zelfs nog even dik 200 euro voor neertellen. Maar dan kun je er dus wel een circuitstand onder zetten. Om nou ja, bijvoorbeeld om je ketting te smeren. Of je kiest voor de optionele middenbok. Die er niet standaard onder zit, maar die is natuurlijk wel wenselijk als je de ketting gaat smeren. Wat ook... Een bijzonder component is, dat is deze stuurklem. Die is van gefreesd aluminium. Dat is best wel een stukje hoogwaardig, uiterlijk hoogwaardig component. Hier heb je ook weer carbon. Nou ja, uiteraard kan het niet missen. M-logo hier. M-logo op de kuip. Hier een M-logo op dat speciale zitje, speciale buddy seat. Mooi afgewerkt. Weet je, het zit echt allemaal in die leuke details waardoor deze M zo bijzonder is. En waardoor die eigenlijk al direct begerenswaardig is als je er alleen al naar kijkt. En dan heb je er nog niet eens mee gereden. Dan de technologie. Ik zei al, 201 pk levert het blok. Dan kun je natuurlijk zeggen, zo'n 1000 RR levert gewoon 212 pk. Gaat nog veel harder. Nou vergis je niet. Want deze machine, die trekt sneller op dan de RR. In ieder geval even snel. Hij gaat van 0 naar 200 in 7,2 seconden. Van 0 naar 100 in 3,2 seconden. Dus eigenlijk is het een continue versnelling. En dat komt doordat de XR, de MXR, heeft een kortere overbrengingsverhouding. Het achtertandwiel is niet 45 tans zoals bij de S1000XR, maar 47 tans. En de vierde en de vijfde en de zesde versnelling hebben ook een kortere overbrengingsverhouding. Dat betekent dat hij meer toeren maakt bij dezelfde snelheid als de M1000RR. Maar dat vertaalt zich ook in een bijzonder giftige gasreactie. Zelfs in de zesde versnelling is de acceleratie ongekend groot. En eigenlijk zit je altijd al zo in de buurt van de 6.000-7.000 toeren als je aan het cruisen bent met pak een beet 130 km per uur. Maar het echte feest bij dit beest begint bij 10.000 toeren per minuut. Want daar zit het koppel, net boven die 10.000 toeren per minuut. En dan gaat er echt van alles met je gebeuren. Maar hij gaat dan zo ongekend hard versnellen. En dan hoor je een uitlaatsound die je krijgt er kippenvel van. En dat komt ook omdat deze Akra demper natuurlijk ook nog eens een beetje als een soort megafoon lekker gaat trompetteren. Verder heeft hij, het is een sporttourmotor, maar onderhuis is het eigenlijk natuurlijk een superbike. En hij heeft ook alle technologie die die superbikes bieden, ook die M1000RR. Hij heeft bijvoorbeeld een brake assist. En dat betekent dat je dus gecontroleerd kunt driften. Engine brake assist heet dat eigenlijk. Maar als je dan heel hard remt, dan kun je net als op het circuit, als een echte coureur, kun je dus gecontroleerd een bocht aandriften. Het remsysteem, dat is letterlijk afgeleid van de BMW Motorrad Superbike, waarmee ze aan het Superbike kampioenschap meedoen. Nou, dat merk je, want het reageert ongemeen giftig. Als je langzaam rijdt, moet je zelfs oppassen, want met één vinger zet je hem gelijk klem. Het is pats, klem. Pas als je rijdt, als je op hoge snelheid rijdt, dan waardeer je natuurlijk die vertraging, omdat die dan heel mooi is te doseren, meteen heel veel feedback geeft. De voorvork is van Marzocchi. Nou, iedereen die een beetje in deze wereld zit, weet dat het gewoon high-end spul is. En is ook de veervoorspanning kun je zelf instellen. Maar verder kun je natuurlijk ook kiezen uit allerlei demper- en veerinstellingen, zowel voor voor als achter, via de boordcomputer. In het menu kun je kiezen uit diverse modi, maar in grosso modo zijn er 4. En dat is Rain, Road, Dynamic en Race. Als die vering op race staat ingesteld, dan is die echt spijkerhard geveerd. Dan krijg je bij elke richel op de snelweg letterlijk een schop onder je kont, want bijna geen demping. Dus op de openbare weg is dat niet altijd even fijn. Ik geef dan meer de voorkeur aan de dynamic stand of aan de road stand. Dan is hij ietsje vergevensgezinder, dan veert hij wat fijner. Is het niet zo heel ruig allemaal. Dan de rijmodi. De rijmodi kun je instellen met een schakelaar op het stuur. En dan kun je ook weer kiezen uit Rain, Road, Dynamic en Race in oplopende sportiviteit. En er is bovendien nog een Race Pro stand. En binnen die Race Pro stand heb je nog weer 3 aparte settings. En ja, dat is eigenlijk in feite, als je het circuit op zou gaan, de enige stand die je moet kiezen. Want dan met Race Pro ga je ook echt wel heel veel assistentiesystemen anders instellen. Dat betekent dus dat ABS, traction control staan in de meest agressieve stand. Maar wil je dat dan weer niet, dan kun je dat ook nog weer handmatig allemaal inkleuren, instellen. En zelfs op het stuur kun je in die race en race pro stand de dynamic traction control gewoon aanpassen tijdens het rijden. Dus als je denkt, ik accelereer een bocht uit Nu wordt het toch wel heel erg link, dan zet je hem weer ietsje softer, althans dan krijg je wat meer inmenging van de traction control. Vergeet ik bijna nog een klein detail, maar dat zijn allemaal, er zijn zoveel details aan die motor. Maar ook die remhendels zijn van M. En dat is natuurlijk een prachtig staaltje voor, techniek voor het oog. Maar kijk dit. Als je dan valt, dan klikt hij omhoog. Moet je niet vallen natuurlijk, maar het zijn allemaal van die leuke details die als je rond deze machine loopt ziet. En waar je denkt van, hé, wat is het toch een echt mooi ogende motor. Oh ja, vergeet ik nog wat. Kijk, het ruitje kun je nog instellen, 2 standen. Dit is het kleine ruitje, in een smoke, dus wat geblindeerd. Je kunt optioneel een wat grotere ruit kopen. Persoonlijk zou ik daar de voorkeur aan geven, omdat je dan net iets meer windbescherming hebt. En zeker voor alledaags gebruik is dat wat fijner. Bij de opties aangekomen. Het is ook een beetje een motor voor de lange afstand, voor het reizen, sporttour, hè? De naam zegt het al. Maar kun je er dan koffers op krijgen? Ja en nee, ja. In zoverre niet de hardcases, de harde koffers, zoals je bij bijvoorbeeld S1000XR kunt kopen. Maar BMW heeft hiervoor zadeltassen. Dus dan gaat hier een strip over en dan hangen er 2 tassen, waterdicht, hier links en rechts. Je kunt ook voor bovenop een soort toptas kopen en natuurlijk een tanktas. Dus wil je dan op reis gaan met deze motor, dan is er dus zijn de nodige bagagemogelijkheden. En ja, en dit is dan ook nog een klein vakje. Hier kun je dan, als je niet te grote smartphone hebt, kun je hem hierin kwijt. Ik zeg inderdaad niet te groot, want het vakje is niet ruim bemeten. En dan heb je hier dus nog een aansluiting voor de stroom, mocht dat nodig zijn. Wat betreft, ja, die keyless ride is standaard. Hè, dus je hebt de sleutel gewoon op zak. En die betekent dat je contact kunt maken zonder dat je de sleutel nodig hebt. En dan druk je op de schakelaar, contact, en dan start de M-animatie. Het zijn van die, weer zo'n klein detail, waardoor het leuk wordt om met die motor te rijden. Je ziet het hier al. Toerental. 14.000 toeren. Daar begint het rode gebied, maar je mag tot 14.600 toeren. Dat is echt gewoon bizar veel. En dat geluid dat je dan hoort, gaat echt helemaal nergens over. En je zult ook zelden komen, want op de openbare weg kom je gewoon niet binnen dat bereik. Want als je dat gaat doen, gaat alles zo bloedsnel aan je voorbij. En voor je het weet moet je alweer remmen. Eigenlijk is dit een motor voor zeer ervaren rijders. Mensen die al gewend zijn aan een hoog vermogen en die ook gewend zijn om daarmee om te gaan. En ik denk wel eens, dit is een motor die is ultra sportief, maar die past bij de meest defensieve motorrijder. Want ben jij ook ultra sportief ingesteld en heb je weinig remmingen, dan kan het maar zo ernstig misgaan. Dus knoop dat in je oren. Wees altijd defensief aan het rijden op deze motor. Wat je nu trouwens hoorde, was het automatisch inschakelende alarm. Het zit er ook op. Ja, wat zou ik nog meer moeten vertellen? Ik kan heel lang verhalen over deze motor. Maar ik denk dat het slim is als je dan het fijne van deze M1000XR wilt weten, om naar MotorRAI.nl te gaan, want daar staat het verhaal uitgebreid. Ik dank je voor het kijken, graag tot de volgende keer. Oh ja, en vergeet niet je te abonneren op ons YouTube kanaal. Dag!